Nederland heeft een bruisende culinaire scene. Van gezellige cafés tot innovatieve restaurants, er is voor elk wat wils. Maar slechts één restaurant mag zich bekronen met de felbegeerde 3 Michelinsterren de Libraille. Gelegen in het charmante Zwolle is de Libraille een toonbeeld van culinaire uitmuntendheid. Het is een bestemming voor fijnproevers die op zoek zijn naar een onvergetelijke eetervaring. De Libraille onderscheidt zich als een baken van gastronomische kunst. De 3 Michelinsterren zijn een symbool van ongeëvenaarde kwaliteit en innovatie. Al meer dan 2 decennia weet de Libraille gasten te boeien met zijn voortreffelijke keuken en onberispelijke service. Het is een bewijs van de toewijding en passie van de oprichters, Johnny en Thérèse Boer. Johnny en Thérèse Boer zijn het hart en de ziel van de Libraille, een van de meest gevierde restaurants in Nederland. Hun verhaal is er een van passie, creativiteit en een gedeelde liefde voor eten, die hen heeft geleid naar de top van de culinaire wereld. Johnny, de chef-kok, staat bekend om zijn innovatieve benadering van de Nederlandse keuken, waarbij hij traditionele smaken combineert met moderne technieken. Hij tovert lokale ingrediënten om tot culinaire meesterwerken, waarbij hij altijd streeft naar perfectie en originaliteit in elk gerecht. Thérèse, de sommelier, stelt een uitzonderlijke wijnkaart samen die de gerechten perfect aanvult, met een scherp oog voor detail en een diepgaande kennis van wijnen. Hun reis begon in 1993 toen ze de Libraille overnamen, oorspronkelijk een restaurant in een voormalige bibliotheek, en het omvormden tot een gastronomisch paradijs. Ze transformeerden het tot een culinair toevluchtsoord en verdienden hun eerste Michelinster in 1999, een prestatie die hun toewijding en talent onderstreepte. Hun toewijding en streven naar uitmuntendheid leidde tot een 2e ster in 2002, een bewijs van hun voortdurende innovatie en kwaliteit. En de ultieme bekroning, 3 Michelinsterren, in 2004, waarmee ze hun plaats in de culinaire elite bevestigden. De Libraille heeft deze prestigieuze beoordeling sindsdien weten te behouden. Een bewijs van hun voortdurende toewijding aan uitmuntendheid en innovatie in de culinaire wereld. Michelinsterren zijn de ultieme erkenning in de culinaire wereld. Ze worden beschouwd als de hoogste eer die een restaurant kan ontvangen. Ze staan symbool voor uitzonderlijke kwaliteit, creativiteit en consistentie. Elk gerecht moet een unieke ervaring bieden die de verwachtingen van de gasten overtreft. Deze sterren, toegekend door de anonieme Michelin-inspecteurs, getuigen van de algehele eetervaring van een restaurant. Inspecteurs bezoeken restaurants meerdere keren om een eerlijke beoordeling te garanderen. 1 ster duidt op een zeer goed restaurant in zijn categorie. Het betekent dat het restaurant een bezoek waard is voor zijn uitstekende gerechten. 2 sterren duiden op een uitstekende keuken die een omweg waard is. Dit betekent dat de gerechten van uitzonderlijke kwaliteit zijn en een unieke culinaire ervaring bieden. En de top, 3 sterren, staat voor een uitzonderlijke keuken die een speciale reis waard is. Dit is de hoogste eer en wordt alleen toegekend aan de allerbeste restaurants ter wereld. De criteria voor het toekennen van Michelinsterren zijn gehuld in geheimzinnigheid. Inspecteurs werken anoniem en hun beoordelingen zijn strikt vertrouwelijk. Inspecteurs beoordelen de kwaliteit van de ingrediënten, waarbij alleen de allerbeste producten worden geaccepteerd. De beheersing van smaak en kooktechnieken, die essentieel zijn voor het creëren van perfecte gerechten, de persoonlijkheid van de chef-kok in de keuken, de harmonie van smaken, de consistentie tussen bezoeken en de algehele eetervaring. Elk aspect moet perfect zijn om een ster te verdienen.
Het verdienen en behouden van Michelinsterren is een uitdagende prestatie die onafgebroken toewijding en een niet aflatende zoektocht naar perfectie vereist. Het is een bewijs van de passie en het harde werk van het hele team. De Michelin-gids is een dynamische weerspiegeling van de culinaire wereld, die voortdurend in beweging is en evolueert. Restaurants kunnen sterren winnen of verliezen op basis van de beoordelingen van de inspecteurs, die elk aspect van de eetervaring nauwkeurig evalueren. Onlangs onderging Inter Scalde, een ander gerenommeerd Nederlands restaurant, een significante verandering in zijn Michelin-status. Voorheen in het bezit van 3 sterren, werd het onder nieuw eigenaarschap teruggezet naar 2 sterren, wat een grote impact had op het team en de gasten. Hoewel het verliezen van een ster nooit wenselijk is, is het belangrijk op te merken dat Inter Scaldes een zeer gewaardeerd restaurant blijft, met een trouwe klantenkring en een uitstekende reputatie. De verandering weerspiegelt de toewijding van de Michelin-gids om zijn hoge normen te handhaven en ervoor te zorgen dat alleen de beste restaurants worden erkend. Het benadrukt ook de uitdagingen van het hooghouden van de erfenis van een restaurant tijdens transities en de inspanningen die nodig zijn om aan de verwachtingen te blijven voldoen. De culinaire wereld kijkt reikhalzend uit naar het volgende hoofdstuk van Inter Scaldes, onder zijn nieuwe leiding en de innovaties die het team zal brengen. Nieuwe sterren aan de Horizon 1-sterren restaurants en de Bib Gourmand. Terwijl de Libridje alleen staat met zijn 3 Michelinsterren, telt Nederland een groeiend aantal restaurants met 1 ster. Deze etablissementen tonen de diversiteit en innovatie van de Nederlandse keuken. Ze bieden gasten een voorproefje van culinaire uitmuntendheid op een toegankelijker niveau. De Michelin-gids kent ook de Bib Gourmand-onderscheiding toe aan restaurants die een uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding bieden. Deze verborgen pareltjes zorgen voor een heerlijke eetervaring zonder de bank te breken. De Bib Gourmand erkent dat lekker eten niet duur hoeft te zijn. Een culinaire erfenis, de blijvende impact van de Libraille. De impact van de Libraille op de Nederlandse culinaire scene is onmiskenbaar. Het heeft de Nederlandse keuken naar een hoger niveau getild en de kwaliteit van lokale ingrediënten en de creativiteit van Nederlandse chef-koks in de schijnwerpers gezet. Het restaurant heeft een generatie culinaire talenten geïnspireerd en Nederland op de wereldwijde gastronomische kaart gezet. De invloed van de Libraille reikt verder dan de keuken. Johnny en Therese Boer zijn gepassioneerde pleitbezorgers van duurzaam en verantwoord dineren. Ze werken nauw samen met lokale boeren en producenten, promoten regionale producten en verminderen hun impact op het milieu. Hun toewijding aan duurzaamheid is een voorbeeld voor de hele branche. De toekomst van de Nederlandse keuken, innovatie en inspiratie. De toekomst van de Nederlandse keuken ziet er rooskleurig uit, gevoed door innovatie, creativiteit en een diep respect voor traditie. Jonge chef-koks experimenteren met nieuwe smaken en technieken, waarbij ze inspiratie putten uit zowel lokale als mondiale invloeden. Ze verleggen de grenzen van wat de Nederlandse keuken kan zijn. Van farm-to-table diners tot moderne interpretaties van klassieke gerechten, de Nederlandse keuken evolueert met behoud van zijn wortels. Nederland is een culinaire bestemming aan het worden, die fijnproevers van over de hele wereld aantrekt die graag de unieke gastronomische mogelijkheden van het land willen ervaren. Voorbij de sterren. De essentie van een geweldige eetervaring. Hoewel Michelinsterren getuigen van culinaire uitmuntendheid, is het essentieel om te onthouden dat een werkelijk geweldige eetervaring verder gaat dan alleen onderscheidingen. Het draait om de ambiance, de service
en het algehele gevoel meegenomen te worden naar een andere wereld. Het draait om de passie van de chef-kok, de kennis van de sommelier en de oprechte gastvrijheid van het hele team. Het draait om het creëren van herinneringen die een leven lang meegaan. De Libraille is een baken van culinaire uitmuntendheid. Niet alleen in Nederland, maar ook op het wereldtoneel. De 3 Michelinsterren zijn een bewijs van de toewijding, creativiteit en passie van Jonny en Thérèse Boer. Ze hebben de Nederlandse keuken naar een hoger niveau getild en een generatie culinaire talenten geïnspireerd. Laten we het glas heffen op de Libraille, een culinair juweeltje dat blijft schitteren en gasten blijft boeien met zijn voortreffelijke keuken, onberispelijke service en niet aflatende streven naar uitmuntendheid. Proost op de Libraille, een ware culinaire schat.